Doe graaf. Kunstenier. Goedemorgen. Goedemorgen. Dames. Goedemorgen. Stolle. Als je het toch wel spannend doet. Morgen. En dat allemaal aan de Patronaatstraat, Kerkstraat, hier in Kerkroor. Ja, bij wie moet ik nou aanbellen? Drie bellen maar liefst. Iets meer dan 30% kans dat Primus opmaakt. Dan gaan we naar de... Oep! Dat ik er weer is. Hey. Goedemorgen! Goedemorgen. Zit... Alleen. Ja. Ja. Hoe dan? Ziet gij de... Ja, ik herken nog van de foto hier in de hoek. Ja, ja. Ziet, wat ziet gij eigenlijk? Kunstenaar, fotograaf? De vrouw. Oh, de vrouw? De vrouw. Oh. Ik mag het model zijn. Oh, maar je ziet toch handig met hout, toch? Of... Ja, mag via hout. Oké, okay. Stijgerhout? Ja, meubeltjes enzovoort. Oh, meubeltjes. Ja. En de vrouw is de fotograaf? Is de fotograaf, ja. En is die ook toes? Nee. Oh, die is fotograferen ergens? Nee, die is werken. Oh, werken. Oh, dus het is... ze is niet professioneel fotograaf? Nee, maar het werkt wel altijd beter. Oké, okay. Dus zou je er eventueel wel van willen leven, van het fotograferen? Joh, maar ik denk net dat dat reëel is. Dan moet je toch echt wel een fatsoenlijk winkel hebben en genoeg bruiloften, weet ik veel wat allemaal, wat te fotograferen is. En dat is eigenlijk niet de richting waar ze naartoe willen, maar... Nee, want als ik dit zou zien... welk stadion is dat eigenlijk? Dat is... Langs de Middellandse Zee, allemaal. Dat is dus op een cruise weer. Dat is een stierenarena. Oh! Maar buiten gebruik. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. Gelukkig maar. En je ziet... hoe moet ik dat zeggen? Je ziet erg gecharmeerd van ja. Dat gebied. Architectuur. Ook, ja. Zeker. Je ziet zelf ook wel een redelijke kleurrijk, bond. Of niet? Ja. Maar zelf ziet je helemaal niet dat kunstzinnig. In principe net. Ja, een beetje op de arm, joh. Ja, altijd interessant om te kijken aan tatoeages. Wat ze betekenen. Wat bleef? Het omteken. Het omteken? Ja. Wat is dat? Teken van leven. Dat is de DNA-boom. Dat zijn de kinderen en de kleinkinderen. Dat is de vrouw. Astrid. Ja, dat zijn de Reiki-tekens. Dus... Denk ze door lang over nog, voordat ze hem uiteindelijk lotzetten? Ja, die is nog net zo gek oud. Die is zingende monden of drie vergen. En wat betekent het? Dat zijn de Reiki-tekens, dat ze op afstand Reiki geven kan en dat ze het versnellen kan enzovoort. Dat kent gij? Ja. Leg even uit wat Reiki precies is. Wat is Reiki precies? Omgaan met de universele energie en doorgeven aan andere mensen. Door met de mensen, in principe, ja, helen is misschien een groot woord, maar in ieder geval dat ze zich beter voelen. Komen mensen ook dan naar oog toe om dat... Nee, daar ben ik op het moment niet mee bezig. Dus ik ben gaan wel pas geleden nog door Reiki Master gemaakt. Maar in principe ben ik met een aantal of andere dingen bezig op het moment. Dus je ziet Reiki Master. Ja. Moest ze door lang voor studeren? Nee, het zijn eigenlijk een paar inwijdingen die ze kreeg. En studeren is er eigenlijk bijna niks bij. En wanneer wist je dat je... Ik ben er met de god. Ja, maar dan werd ze van tevoren toch iets dat ze
Ik ben altijd met spiritualiteit bezig geweest. Al van kleins af aan. Van kleins af aan? Ja, jaar of 15, 16, toen was ik al yoga aan doen en zo. Serieus? Ja. U van welke tijd praten we dan? 40 jaar. Want je ziet ook al opa, hè? Ja. Ja, inmiddels. Ja. Maar dan ben ze 15 jaar. En werd ze door dan als 15-jarige ook niet een beetje bang van? Dat ze denkt nee, van, werd ze is... met geconfronteerd. En dan je ze denken van, ja, wat is dat allemaal? Wat stelt dat allemaal voor? En dan je ze zich toch meer in verdiepen. En dan kunnen ze er hangen dat je aan en zo zeggen. Maar dan ben je als 15-jarige die alleen yoga gaat doen. Dan ben je toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt bij de leeftijdsgenoten, of niet? Nee, die leeftijdsgenoten waar ik met hem jong, dat waren eigenlijk allemaal van zo'n jekke. Iedere jek heeft zijn gebreken, hè? Jo, Jan Sempel. Oh, dus dat waren in. Was dat toen ook al hier, een keer groot? Ja, de eindersvraagsvrijer. En dan had je dus een vriendengroep die eigenlijk allemaal wel op de een of andere manier spiritueel waren. Dan waren allemaal jaren vechtsport en dan deze uiteraard ook jaren yoga en uit die tijd, ja. Welke vechtsport? Filipijn stokvecht had ik gedaan met de nunchakos. Ben ik redelijk jotje weer. Maar de laatste 20 jaar niks meer gedaan. Dus ik zal tegenwoordig wel tegenvallen. we vroegen niet van, ga ik even de nunchakos holen. Maar hoe duist ze dat, doorgeven van individuele energie? Want dat betekent, geeft ze dan die eigen energie door aan anderen? Nee, dat stelt zich dan op een gegeven moment op. Dan krijg je die kosmische energie in je straal en die is dan door. Ja, eigenlijk is alles Maya. Alles is gewoon energie. Ik bedoel, als je ons ooit de Matrix gekeken, ik neem af en wel wat. Ja, ik vond het moeilijk door hier te komen. Ja. Maar in principe is dus gewoon alles energie. En wat betekent Maya dan? Maya, ja, dat alles gewoon energie is. Alles dat is het energie. Eigenlijk allemaal niet is. Wenste alle lofus des welds zou het slossen, zo blijven een kuub over. Nou ja, in principe is dat net vooral. Ik geloof er wel in. Ja. In energieën en energiestromen en het overbrengen van energie. Maar wat voor gevoel is dat als je mensen kent helpen met het doorgeven van ja, energie? Ja, dat is een goed gevoel. Hoor. Ik ervoor kan zorgen dat anderen zich prettiger voelen in hun lichaam, vind ik dat ook prettig voor te doen. En dat lukt ook? Ja, zeker. Zeker. Dan ben ik wel benieuwd, want je zegt nu van, ik ben er op dit moment niet zo mee bezig, want ik ben met andere dingen bezig. Wat voor dingen kinderen dan belangrijker zien dan het zich beter laten voelen van mensen? Ik ben aan het verbouwen. Ik ga nog in een spirituele winkel een keer gaan. Spiro, misschien ooit van je hoort. Je ziet ook spiritueel ondernemer? Ja. Even zonder al te veel reclame te maken, want ik heb het nog één keer geneemd. Wat kan ik krijgen in een spirituele winkel? Natuurstenen, beeldjes, wierookjes, informatie, van alles. Dus eigenlijk is het een... Maar stel nou dat er iemand komt bij jou in de winkel. Die zegt van, ik wil... Ik kan wat extra energie gebruiken. Ja, dan kan dat. In de winkel? Ja, in de winkel net is een beetje klein. En ja, omdat ik dan weer in de showvenster te zetten. Zo. Dan heb ik andere ideeën bij, met rode lampjes enzovoort. Reiki, hè? Het is een begrip wat heel veel mensen ooit wel eens gehuurd hebben. Ja. Maar waarom is dat nog... Als er zoveel mensen mee kunnen helpen, waarom is het dan zo relatief onbekend nog? Ik denk nog dat de farmaceutica veel tegen je hoorde werd, wat dat allemaal betreft. Dus, dat vrieft altijd, hè? Ja, het alternatieve circuit en het reguliere circuit. Want bijvoorbeeld, je krijgt niets van een CZ-vergoed of zo. Dus, men zal zich toch jij toch veel vroren. Ik bedoel, de meeste alternatieve dingen kosten toch tegenwoordig 40, 50, 60 euro. Voor één behandeling.
ja, dan werd het al duur. Mensen dat dan zelf om wat strijken, helemaal. Maar zou je kunnen stellen dat zowel in het reguliere als in het alternatieve circuit dat ze door kwakzalvers tegenkomt, ja, maar zeker. Dat in het absoluut. Alternatieve circuit dat altijd veel breier wordt uitgemeten als dat aan het licht komt? In principe wel. En dat... Want dan hebben ze weer een stoot dat ze geven kennen voor... is niet goed. Ja. Zou je men elkaar niet wat meer de hand kunnen reiken? Alternatief en regulier? Zou in principe mogelijk zijn. Maar ja, de farmaceutica, zo wie je zat, helden zo'n ding er toch wel redelijk tegen. Dat is je wel weg. Och. Ja, geldkwestie hoor. Kom je zelf wel eens bij de huisarts? Zeker. Ja? Zeker. Vrieft dat nooit? In de zin van... Was ze hypnose is, door geloof ik niet in. Of ziet je een brave, volgzame patiënt? Wat de dokter zegt, dat doe ik ook. Ja, nee, dat ligt eraan. Dat ligt eraan wat ik op dat moment heb. Waarom dat ik naar de dokter ga? Kijk, als ik een uitslag heb, dan krijg je een zalfje. En dan is dat prima. Maar als ik me ergens laat opereren, dan moet er toch helemaal geen andere mogelijkheid meer zien. Zien er ook wel eens dingen, klachten die het je zelf kunt verhelpen? Jazeker. Zoals? Als ik koping had, als ik het pingende gevrijgd had en zo, dan kan dat wel redelijk door zelf opgelost worden. En dat is dan met kosmische energie? Dat is dan met reiki, ja. Ja. Dus stel, je hebt koping. En dan? Goed je in een stoel zitten of zo even? En ja, dan is in een stoel zitten. Die zich even concentreren. En dan ze de energie losmaken. En dan kan ze dan... dan geeft dat langzamerhand wel vanzelf over. En dan tot slot even een korte cursus Reiki voor Dummies. Wie kan ze zich openstellen voor energie van Boetenaaf? Wie duist ze dat? Is er een bepaalde... Zo wie je zegt, dat zijn dan een bepaalde rituelen die ze in principe deed. De openen van de kruin, met dan de energie via de kruin door die lichaam kan stromen. En dan is dat, kan ze dat via de handen kan ze dat weergeven. Want dat is inderdaad de truc, hè? Ja. Hij komt het binnen en via de hand kan ze het weer doorgeven. Ja. Dat wist ik ook al. Maar mocht je nou toe denken van, daar wil ik het fijne van weten... Waar kunnen ze dat op internet vinden? Reiki? Hoe is maar Reiki te geven op internet, op Google en... Daar kunnen ze alles tegen. Reiki Masters tegen. Daar kunnen ze alles tegen. Dus van goed tot kwakzalverij en. Maar dat hebben ze met alles. Ik hoop niet dat dit toeval is en dat ons laatste oor nog geslaagd is. Nee, dat is alles weer.